Ik ben Hans van de Wallen. Ik heb in 1990 het witloofbedrijf overgenomen van mijn ouders. Dat ik samen uitbaat met mijn vrouw Hilde. Daarnaast hebben wij ook sedert een x-aantal maanden witloofautomaten. En ze hebben wij nu ook uitgebreid naar diepvriesautomaat voor de witloofkroketjes. In 1990 zijn we eigenlijk gespecialiseerd naar twee takken. Witloof, hydrocultuur en pluimvee. Hydrocultuur, je hebt twee soorten, grondwitloof en hydrowitloof. Eigenlijk wordt de wortel gekweekt op het veld. Zit die een zevental maanden in de grond, de wortel. Maar het is juist voor het opkweken dat de wortel voor een drietal weken in het water staat, in plastieken bakken. We gaan nu naar de kwekerij gaan. Dus dat is nu witloofwortelen die nog maar een paar dagen opstaan in de kwekerij. Je ziet dat, klein. Dus dat is hier witloof die ongeveer 2 weken oud is. Dat ziet er goed uit. Dat ziet er mooi geworteld, mooi gevezeld. Mooie witte worteltjes, heel belangrijk. Dat ziet er goed uit. En we gaan nu naar de volgende. En hier zie je waar we nu bezig zijn aan het oosten, aan het plukken van het witloof. Het witloof groeit 21 dagen. En je hebt gezien, vanaf klein tot mooi witloof in 3 weken tijd. De werkweek bestaat uit 6 dagen, moet je zeggen. De zondag houden we toch vrij voor ontspanning. Ja, dat is eigenlijk een vast werk. Iedere dag wordt er witloofwortelen ingetafeld in bakken. En iedere dag wordt er witloof veroogst. De periode november, december is natuurlijk extra werk, omdat de witloofwortelen gerooid worden op het veld en gestockeerd worden in frigo's. Dat is een extra werk. Dat is eigenlijk een hele zware periode. Ja, ik vind het een prachtige job eigenlijk. Waarom? Je kunt samenwerken. Je zit je eigen baas. Je kunt je werk zelf regelen. Natuurlijk hangt je veel af van de natuur. Dat is de laatste jaren wel extreem, maar ja, het is een prachtige job. Voilà, we zijn hier dus in het lokaaltje waar dat de hoeveautomaten staan voor witloof en hoeveproducten. En ook nog de diepvriesautomaat voor de witloofkroketten met kaas en ham. Driemaal per dag komen toch kijken als alles in orde is. Moet er bijgevuld worden. Ja, dat is heel belangrijk van op tijd en stond. Dat kan vers geleverd worden aan de consument. Ah, dag Nathalie. Dag. Is het voor witloof, Nathalie? Ik ben juist aan het opvullen. Levende vers. Met de korte keten zijn we gestart omdat ik vond dat het witloof in de winkel soms er niet zo goed bij lag. Waarom? Witloof is een prachtig product. Maar verkleurt na een korte tijd, komt groen. Dus we zijn samen met mevrouw en ik gekeken naar een goede verpakking om dat mooi en vers te kunnen leggen in de automaat. En zijn we zo heel content dat dat heel goed draait. Dus hier zijn we dus bij de diepvriesautomaat die open staat. Het is de eerste in België. In Nederland bestond die al voor vlees. De kroketjes zijn heel populair. Het is een keer iets anders of een harnaalkroket of een kaaskroket. Maar ik zeg het is heel leuk dat mensen die geen witloof lusten, heel content zijn van de witloofkroketten met kaas en ham. We hebben er lang achter gezocht voor een meer waarde te kunnen geven aan ons product. Toegevoegde waarde. En ik moet zeggen, dat slaat aan. Dat is een bereid product. Er werken al traiteurs ermee en ook een paar restaurantjes ja, die erop draaien. Mensen die geen witloof lusten,
of kinderen die geen witloof lusten, nu wel zeggen dat ze die witloofkroketjes met ham en kaas wel heel lekker vinden. En daarvoor ben ik heel trots eigenlijk. Dan mag ik wel zeggen dat we dat kunnen, mijn vrouw en ik, dat kunnen realiseren. Perfecte witloof moet wit zijn. Witloof die groen is, ja, dat is veel te bitter. Dat oogt niet meer mooi. Moet puntig zijn. Niet te heel dik, maar een lang, smal type is perfect. Ja. Het verbruik van het witloof wordt ieder jaar minder en minder. En daardoor vind ik, met hetgene dat we nu proberen te realiseren, dus die kroket, misschien in de toekomst nog iets anders, we zijn aan het zoeken, een kies of nog iets anders, voor toch proberen de mensen meer te kunnen witloof te doen verbruiken.